Goedenavond, dames en heren. We zijn nu weer in de 5 mijl. Arie in het veld naast mij aan de knoppen. Zo direct achter de microfoon. En ik begin zelf alvast maar met deze wedstrijd te praten. Er is al één wedstrijd bezig. Dat is New Heroes Den Bosch tegen Forward Lies Rotterdam. Die zijn om 7:30 begonnen. Er was even sprake dat de Bossenaren zonder Cheryl en zonder Morgan zouden spelen. Morgan heeft inmiddels wel gespeeld, Cheryl nog niet. In het eerste kwart was Den Bosch oppermachtig, namen meteen een ruime voorsprong. En staan nu halverwege de tweede helft met 35-21 voor. Dat is een heel ander scenario dan zich afgelopen zaterdag afspeelde. Met natuurlijk voor zorg en zekerheid Leiden ook van belang was. Om te kijken tegen wie iedereen in de play-offs gespeeld moet worden. En dat is Ares Leeuwarden geworden. Ares Leeuwarden is niet compleet. Want Emil Blackman speelt niet mee. Hij heeft wel tegen mij gezegd dat hij er donderdag wel gaat spelen. Valentijn Niedmeijer speelt ook niet. Die speelt de rest van het seizoen ook helemaal niet meer. Die zit te wachten op een MRI en dat gaat allemaal niet zo snel. Hij krijgt geen voorrang. Dus zijn seizoen is al een tijdje geleden ten einde. Bij Leiden missen we Jesse Voorn en Floris Versteeg. Dat gaat nog zeker 2 weken duren voordat die in het veld komen. En voor Voorn misschien zelfs nog wel iets langer. Is pas net aan de looptraining begonnen. Dus we gaan beginnen de play-off wedstrijd in Leiden. Jump was in ieder geval voor Leiden. Nou, dus meteen een fraaie opening. Het backdoor paasje van Mohamed Kerazi op Bertha de Jong. En die dunkt meteen 2-0 op het scorebord. Zevende keer wordt dit dat Leiden tegen Ares speelt dit seizoen. Er waren ook nog 2 oefenwedstrijden bij. Alle 6 wedstrijden zijn wel gewonnen door Leiden. Maar goed, in de play-offs zegt dat natuurlijk niks. In de play-offs beginnen we allemaal op 0-0. Van der List in zijn oude thuishaven met het bord. Zet de stand op 2 gelijk. Voor Kerazi moet je, als je met Wurt de Jong in het team zit, dan moet je altijd de bal verwachten. Dus ook in deze fase. Je weet nooit wat Wurt gaat doen met zijn passes. Hij ging al wel heel leuk splitten die dubbelteaming. Dat was ook waardig gedaan. Love van ver. 3.5-2. Love die werd net voor de wedstrijd gehuldigd voor zijn plekje in het All-Defense team, waar overigens Mohamed Kerazi ook in zat. En Love die werd ook gekozen in het All-Star team. De keuzes werden gemaakt door de coaches, de aanvoerders van de teams namens het team en door een select aantal journalisten. Op zich waren die keuzes vrij niet echt verrassend dat er gekozen werd. Van der List, 3-punter. In de vorige wedstrijd in Leiden, dus nog maar een paar weken geleden, kwam Van der List in het hele verhaal niet voor. Volgens mij heeft hij ook amper gespeeld. En nu heeft hij er al 5 punten in liggen, dat is 5 meer dan de vorige wedstrijd. Fadeaway van Vetti gaat mis. Nou, een leuke switch matchup. Vetti tegen Cumulis. En opnieuw Van der List. 7 punten. Misschien dat hij toch eindelijk een keer wilde bewijzen waarom hij nou eigenlijk bij ZZ Leiden had willen blijven. Zorg en zekerheid Leiden ging daar verder niet op in. Zelfs in het voorseizoen zat hij regelmatig op de tribune in Leiden omdat hij nog geen club had. In de hoop dat hij toch nog bij Leiden kon blijven. Uiteindelijk werd het eerst Basketbalacademie Limburg. En daarna werd het Ares Leeuwarden. Nou, dat was geen beste aanval van Leiden. Nou, de klok loopt ook lekker snel af. Ja. 2 punten voor Cumulis, 5-9.
En Bunschoten voor 3. Ik denk dat er een time-out voor Leiden aan zit te komen. Het is 5-12 na 3,5 minuten spelen. De meeste supporters uit Leeuwarden die vinden het natuurlijk prachtig. Ik moet ook in herinnering brengen dat Leiden vorig jaar ook in de eerste wedstrijd speelde tegen Apollo Amsterdam, wat toen nummer 6 was geworden. En Leiden verloor toen die eerste wedstrijd thuis. Was ze meteen thuisvoordeel kwijt. Dus ze stonden meteen met de rug tegen de muur. Uiteindelijk wonnen ze de eerste in Amsterdam. Zij het moeizaam. Om daarna ook de derde beslissende wedstrijd eigenlijk wel wat gemakkelijker te winnen. Waarna dan die legendarische serie tegen Landstede de basketbal eraan zal te komen. Een serie die natuurlijk nu ook nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Alleen zal zorg en zekerheid Leiden dan wel naar de winst moeten gaan. In Den Bosch is het inmiddels 15 punten verschil. 3 minuten voor rust. 42-27. Zodat Mike Miklusek, de winnaar van... Nou, Leiden heeft het een moeilijk tegen de aanval. Vetti van buiten. Ook mis aanvallende rebound van de Randami die daarbij op de lijn landt. Dat was een goede rebound, alleen het op de lijn landen is natuurlijk niet zo denderend. Waardoor de bal toch voor Ares Leeuwarden is. Ik begin ook wat geluiden uit de tribune te horen. Bertie de Jong voor de steal. En een dunk. 7-12. Er was al wat gemor uit de tribune. En uiteindelijk leidt dat toch tot een turnover van de Friesen. En waarna Bertie de Jong er bliksemsnel van profiteerde. Ik zie dat ik nu assistentie ga krijgen. Arie in het veld is nu bezig zijn koptelefoon met microfoon op de gespen, zullen we zeggen. Je hoort waarschijnlijk dat gekraak op de achtergrond. Dat is een microfoon die even goed gezet wordt. Misser van Cummins. Leiden gaat er snel uit. Love gaat de hele basket onderdoor. Krijgt de bal terug van Wurter de Jong. 3 punten uit de corner. Mis. Rebound Clayton Vetti. Had niet gezien dat Wurter de Jong onwijs vrij stond in die bucket. En dan krijgen we nu Love tegen Jeroen van der List. Weer een aanvallende rebound van Clayton Vetti. Dat was wel een eikpuntje van Paul Vervaak. Dat Leide toch te weinig aanvallende rebounds pakte. En Vetti doet daar zijn best. Nog een aanvallende rebound. Nu weer van Mohamed Kerazi. Met een hoekje. En dat valt erin. 9-12. Na iets meer dan 5 minuten gespeeld te hebben. Het publiek gaat er nu ook achter staan. Waarschijnlijk ook opgezweept door Ruud Haamke met zijn geluidsinstallatie. Bunschoten, missertje. Rebound bij Leiden. Bertie de Jong gaat coast to coast. En dan kan alleen maar foutief afgestopt worden door Niels Bunschoten. Dat betekent 2 vrije worpen voor Bertie de Jong. De eerste vrijworp gaat erin. Dan is nu de tijd voor de Anschlusstor om 11-12 van te maken. En die gaat er ook in. Wissel bij Ares Leeuwarden. Ik zie Stefan Mladenovic binnen de lijnen komen voor Davidas Cumulis, de Litouwse guard. Balletje bij de Koreaans-Amerikaan David Michaels. Die heeft nu de bal in de corner tegen Bertie de Jong. Gaat 1 tegen 1. Met een foutje mee en een score. 11-14 komt daarmee op het scorebord te staan. En hij krijgt nog een bonus vrije worp. En die gaat er ook in. 11-15. Er is een gaatje van 4 punten ontstaan. Oh.
Freddy de Jong, knap schotje met een met bord tegen de zone van Aris Leeuwarden. Lichte penetratie. Schot met bord valt er goed in. 13-15, dus geëikte remedie tegen een zone. Je moet hem aanvallen. Simpele give and go met afgerond door Jeroen van der List. Wordt wel, krijgt wel een waarschuwing van de arbitrage dat hij van die bal af moet blijven na zijn scoren. En Leiden weer in balbezit. Dan kwam Leiden goed weg. Balverlies leidde tot een leer van Stefan Mladenovic. Die voelde de dreiging van Kerazi. Die gooide vervolgens mis. Daarna kwam Leiden er vrij snel uit. Carrington Love naar het bord. Ook te snel voor zijn tegenstander. En dat betekent 15-17. Sergio de Randami krijgt een fout op de pasende Jeroen van der List. Derde teamfout van Leiden, ook Aris Leeuwarden staat op 3 teamfouten. Stiel van Wurde de Jong op Nate Kretsch. Loof met de bal. Kerazi gaat naar de ring toe. Pasen naar Vetti. En die scoort onder het bord. Fout van Stefan Mladenovic. Er komt dus een bonus vrije worp aan. Waarmee Leiden dan op voorsprong kan komen. In Den Bosch is het rust. De wedstrijd waarvan het meest verwacht werd qua spanning. Ook vanwege het ontbreken van dan 1, dan wel 2 Amerikanen. Daar staat het 49-29 voor de New Heroes Den Bosch. Een heel ander beeld dan de wedstrijd die ze afgelopen zaterdag speelde tegen Donar. Dat was gewoon echt een... eigenlijk een wanvertoning van New Heroes Den Bosch. Of, het was nog niet eens zozeer een gale voorstelling van Donar. Vetti mist een vrije worp. Toch een 80% schutter. Met als gevolg dat beide ploegen nog steeds gelijk staan. Love ging naar het bord. Volgens mij was er net ook een fout gemaakt op Vetti. Volgens mij is dit de vijfde teamfout van Aris Leeuwarden. Dat betekent zo direct na de time-out van Aris Leeuwarden dat we 2 vrije worpen krijgen van Carrington Love. Ik ga nog even kijken hoe het met de scorers in Den Bosch gesteld is. Wie er dan een beetje hot zijn. Maarten Bouwknecht 15 punten. Mike Mikkelsen 13. Kees Akerboom 8 punten. Dus playoff tijd zie je opeens Kees Akerboom weer eens een keer flink scoren. En bij de Rotterdammers Trevor Setti, topscorer met 7 punten. Ordane Kanda, de Belg met 6 punten. En Goedold T. Steelkens heeft er ook nog 5 punten. Nou, het is mogelijk dat in de rust Gert Schuur even aanschuift. Dat hing er een beetje vanaf of hij telefonisch bereikt wordt door Omroep Friesland. Want dan gaat hij natuurlijk hier niet komen. En als dat niet het geval is, dan komt hij even aanwippen. Maar dan kunnen we eens vragen of Aris zich ingeschreven heeft. Dat is open deur, want Aris heeft zich ingeschreven voor het nieuwe seizoen. Maar goed, wat ze ervan verwachten, wat hij van dit seizoen verwacht, als ze weer in de play-offs staan, et cetera, et cetera. Maar goed, als hij er niet komt, ga ik het allemaal zelf invullen. We gaan weer verder, nog 2 minuten 7 te gaan in het eerste kwart. 2 vrije worpen voor Zorg en Zekerheid Leiden. Ik vraag me af of ze het zelf doorhebben. Nou ja, uiteindelijk wel.
De eerste vrijworp gaat erin. En Leiden op 18-17. Volgens mij de tweede voorsprong, of de derde voorsprong, sinds 2-0 en 5-2. Daarna heeft Aris voor de hele tijd voorgestaan. Tweede vrijworp gaat er ook in. 19-17 voor Zorg en Zekerheid Leiden. Nou, terwijl Arie nog druk bezig is met alle knoppen, zal ik ook even zeggen, als je wat merkt aan de stream, dat er iets niet goed is, of er is geen geluid of wat dan ook, dan is het zaak om... Burden de Jong mist een drive. Kijk naar de scheidsrechter dat hij geen fout mee had kunnen hebben. Maar Mohamed Kerazi plaatst in de avond rebound een dunk. Ik maak mijn verhaal af. Heb je wat te melden? Zet het op de livestream bij de commentaren. Arie houdt het ook in de gaten. En dan gaan we zorgen dat alles goed is, voor zover dat al niet goed is natuurlijk. Pietersen faked een driepunter, gaat er niet in, gaat wel naar de basket. Maakt een score. Voor 21-19, Leroy Pietersen. Hij speelt al heel lang waar als Leeuwarden, speelt ook nog in de jeugdteams daar destijds. Voor de rest wordt er een waarschuwing uitgedeeld. Ik heb allemaal niet begrepen wat er allemaal aan de hand is. Ik zie de scheidsrechter nu met Burden de Jong praten. Net ook met Mohamed Kerazi. Misschien moet Kerazi naar de kant van... Misschien heeft hij bloed of zo, dat er gewisseld wordt. In ieder geval Marijn Ververs komt binnen de lijnen. En Ola is inmiddels ook in het veld gekomen voor, als ik het goed zie, Sergio de Randami. Burden de Jong in de corner, drietje. Bingo! 24-19 voor Zorg en Zekerheid Leiden. Aris moet nu wel zorgen dat het aan blijft haken, anders gaat het gat snel oplopen. Met het spel van Leiden kan een gat natuurlijk ook heel snel ontstaan. We gaan natuurlijk naar Van der List tegen Ola. Er gaat er omheen, de lange armen van hem. 24-21. Ik weet zeker dat Paul van Vaak in de time-out zal zeggen dat er te veel gescoord wordt door Aris Leeuwarden. Missetje van Carrington Love. Paasje achter de rug van de List. Altijd in voor wat gein in het veld. En een score voor David Michaels. Verdediger stond op het verkeerde been. 24-23. Aris doet wat ik zei. Ze moeten aanhaken en dat gebeurt. Laatste avond van het kwart. Er zit een klein verschil met de klok, maar dat is misschien een tiende, dat is te verwaarlozen. Vetti vanuit de corner voor drie. Die gaat erin. En dat betekent dat de stand na het eerste kwart daarmee komt op 27-23 in het voordeel van Zorg en Zekerheid Leiden. De score van beide partijen. Daar gaan de coaches, de beide Belgen, vast wat over zeggen. Dat toch een beetje minder moet allemaal. Ik zet er eens even de muziekje op.
Oké, Arie blijft nog even buiten het commentaar. En dus voorlopig moet u het even met alleen mijn Leidse stem doen. Hoekstra is een Friese naam. Ik heb weliswaar geen Friese voorvader. Ik spreek ook geen woord Fries. Dus dat zal ongetwijfeld bij Omroep Friesland wel anders zijn. En dat zal misschien bij de livestream volgens mij van Podium TV. Die is wel in de Nederlandse taal. Dus die kunnen we in Leiden ook verstaan. Dus even wachten tot alles gereed is. Ik zie scheidsrechter John van Dam. Die trouwens samenfluit met Reinier van der Sluis en Floris Jansen de Jonge. En achter de tafel Paul Bokern. Die heeft de duim omhoog gestoken. Dat betekent dat we aan het tweede kwart gaan beginnen met Aris Leeuwarden in balbezit. Mladenovic vanaf de corner. Drie punten. Gaat erin. Nou, daar wordt iemand slaat de bal uit de handen. Volgens mij was er al voor gewaarschuwd. Waarschijnlijk beschouwt scheidsrechter Floris Jansen de Jonge dit als een ongelukje. Waardoor het verder niet bestraft wordt en Leiden gewoon de bal gaat opbrengen. Het was een slappe paas van Carrington Love. Daar profiteert uiteraard Aris Leeuwarden van. Door met de bal de andere kant op gaan. Het levert ze vervolgens geen succes op. Derde persoonlijke fout voor Stefan Mladenovic. Dat betekent dat Davidas Cumulis erin zal komen. En dat hij flink wat minuten zal moeten gaan maken. Want met drie fouten is de kans klein dat je voor de rust er nog in gaat komen. Leighton Vetti net voor de buzzer, een hoekje over van de list heen. Cumulis aan de andere kant, 3 punt poging, want die bal raakte helemaal niks. Leiden in de tegenaanval, post-up voor game voor Mohamed Kerazi. Die speelt Cumulis vrij eenvoudig uit en tekent voor 31-26. Van der List tegen Vetti. Van der List was eigenlijk het enige scorende wapen wat er was. En drie punten van Pietersen raakt ook verder niks. Dat was inderdaad loopfout van Hamman met Kerazi. Toen die bal van Wurter de Jong aangespeeld kreeg. Dus, Wurter de Jong is het niet mee eens, maar wij zijn achter de. Wij zien natuurlijk die beelden wel. Het was overduidelijk. Maar goed, in het heat van de moment ga je toch kan je wat anders zien natuurlijk. Leiden van Aris Leeuwarden weer in de aanval. Bijna een steal. En nog een keer een steal. En dunk van Wurter de Jong. 33-26. Dit zijn toch weer de momenten dat Aris op zijn tellen moet passen. Het Leidse publiek gaat er ook al vol achter staan. Ola raakt het netje, waardoor die score van Musters goedgekeurd wordt. Niettemin toch een time-out voor Aris Leeuwen bij stand 33-28 en nog geen 3 minuten gespeeld in het tweede kwart. We gaan even kijken. Het is nog steeds rust in Den Bosch. Dus we zullen binnenkort nog verder gaan. Die wedstrijd was ook te volgen op Ziggo Sport. En dat is aanstaande donderdag ook zo.
Dan beginnen ze in Rotterdam ook om 19:30. Ik hoop dat er wat volk zit in die grote hal. Als ze in de grote zaal spelen, die is natuurlijk vrij leeg. Dus als er een beetje publiek op afkomt, dan krijgen we nog een paar mooie plaatjes. En zelf gaan we naar Leeuwarden toe. Kijken wat daar gebeurt. Ik zet de muziek weer even aan. De beste plek bij de volgende wedstrijd. Check de actie op onze Facebookpagina. En laat zien dat jij een ZZ-fan bent. En misschien zit jij straks wel op de fanseat. Ga naar de Facebookpagina en doe mee. Oké, okay, dat was een commercial voor onze fanseat. Ik weet niet wie er vandaag in zit. Ik ben niet op de hoogte. Althans, laat het zo zeggen. Ik kan het vanaf hier ook niet zien. Ik hou me bezig met het... Het verzinnen van wat commentaar bij de basketbalwedstrijd, een beetje de beelden begeleiden. Wurter de Jong gaat er soepel langs. Balletje naar Ola. En die scoort hem onder het bord. Krijgt nog een foutje mee. Dat betekent dat er een endbank komt. Waarbij Leiden het gat op 8 punten kan brengen. Vetti wordt nou gewisseld. Sergio de Randami komt weer binnen de lijnen. Terwijl we de bonusvrijworp van Alexandru Ola krijgen. En die gaat erin. 36-28. Nog geen 3 minuten gespeeld in het tweede kwart. Bij Aris Leeuwarden is Jeroen van der List ook even naar de kant. Hij werd nog wel goed aangespeeld, die Nathaniel Musters onder het bord. Volgens mij was hij al assist van Koemelis. 36-30. Balletje inslaan naar Ola. Soepel hoekje over diezelfde Musters heen voor 38-30. Pietersen kreeg een vrije doortocht naar de basket. Uiteindelijk werd er een fout gemaakt door Zorgen Zekerheid Leiden om te voorkomen dat er een lay-up inging. Dus dat betekent dat Pietersen naar de vrije worplijn mag om 2 vrije worpen te nemen namens Aris Leeuwarden. Dus voor Aris zou het fijn zijn als hij ze er alle 2 ingooit om het gat niet te groot te laten worden. En de eerste gaat er ook keurig in. Graag door de afwezigheid van Emu Blackman natuurlijk vandaag ook wat meer minuten. De tweede vrijworp gaat mis. Ja, Blackman zit met een enkelblessure. Liedmeijer al de hele tijd. En die heeft ook al. Die zou dus een MRI komen. 3 punten van Carrington af. Zo, Martin. Hey, Arie. Jongen, dat doe je goed, man. Het gaat lekker. Ja. Met Leiden ook. Ja. Alle knopjes hier weer ingedrukt. Alle checklisten weer afgewerkt. Ja, of vaker gezegd, een beetje in tijdnood vaak door de week. Maar alles komt goed, lijkt het. In ieder geval met de techniek en ook met Leiden. Oeh, dit kan die op zich ook. Ola, oeh. We hebben het hem al een keer zien doen, dacht ik. Hè? Ook in de competitie een 3 punten raak gooien. Ja. Alex Ola. Ja. Voor de topscorers. We zien daar een blokje. 2 mannen in de dubbele cijfers bij Zorg en Zekerheid Leiden. Dat is Rudy de Jong. En dat is onze nummer 12. Dat is Carrington Love, de All-Star. Aardig gescoord ook nog in de MVP-voting. Maar niet zo goed natuurlijk als... Nee. Hij werd wel tweede, maar Curry, er was maar van alle mensen die hebben ingestuurd, van captains en aanvoerders en persmensen, was er maar eentje die Curry niet als eerste MVP had staan. Wauw. Dat was iemand uit Rotterdam, die had Kanda natuurlijk als eerste neergezet. Ja. Daar heb ik ook nog even voor gelobbyd, maar dat was halverwege het seizoen. Toen die wel heel erg goed speelde, Ordane Kanda.
En één man in de dubbele cijfers bij Aris Leeuwarden. En dat is de nummer 12. En dat is natuurlijk Jeroen van der Oost. Een goede fast break van Leiden. Dit is een belangrijke fase voor Aris Leeuwarden. Het verschil is 12 punten. Leeuwarden komt niet aan goede aanvallen. P van Kerazi ondertussen. Ja, dat is, vind ik altijd een beetje onnodige fouten. Maar misschien wil hij wat goed maken. Omdat hij net ook in de fast break misschien een bonus had moeten krijgen. Desalniettemin 12 punten verschil, 4 minuten 44 te gaan in het tweede kwart. Die zat er aardig in. Ik zag hem even niet, maar ik hoorde hem des te beter. Of hij zat er niet in. Nee, dat heb ik hij hing wel aan de ring, want dat hoorde ik. Maar de bal ging onder de ring door. Het publiek wilde volgens mij een clean block. Ja. Linkerhandje is goed. Crash is toch een beetje een bijzonder Amerikaan. Het is niet een speler die heel makkelijk veel scoort. Schijnt op de trainingen een van de betere schutters te zijn. En heeft hier ook het voordeel dat als hij vrij staat voor de driepuntslijn, dat hij met die linkerhand een lekker lui in kan gooien. Ja, goed. Mooie rebound van Kerazi, die meteen omhoog gaat en een persoonlijke fout verdient. Ja, de teamfout is dat voor Aris Leeuwarden. Ja, wordt het twee maal ook voor Kerazi. En er wordt ook weer erg actief en sportief gechat, zie ik wel. En ik zie ook een behoorlijke tussenstand, bijna gedubbeld in Den Bosch. De Heroes. Ja, het is na regen komt zonneschijn, zullen ze in Den Bosch gedacht hebben. Nou klopt het qua weerbeeld ook wel met zaterdag en nu. In ieder geval 58-31 is een prettige uitgangspositie voor Forwardies Rotterdam. Voor Nieuw Heroes Den Bosch. Ja, dan, ik denk dat die wedstrijd in principe eigenlijk al wel gespeeld is. Dus ik denk de Rotterdammers zich op gaan maken voor de thuiswedstrijd van aanstaande donderdag. Ja, Kerazi mist twee vrije worpen. Fretch op zoek. Maar ze worden uit de bucket gehouden voorlopig. Nu gaat Van List eventjes opposten, maar toch afstandsschot en dat valt goed. Had ik het net al over die luie linkerhand van Kretsch. En dat kan die wel. Dus het is niet echt een speler die zelf veel creëert of zo. Dat is wat dat betreft toch wel een gemis, denk ik. Vier puntjes heeft hij. Ja. Kun je dan zelf zeggen, daar haal je geen Amerikaan voor zoals hij speelt? Of is dat een beetje te veel gezegd? Ja, het is natuurlijk maar wat voor budget je hebt om een speler te halen. En als hij het goed doet in de groep en... Dan kan je hem natuurlijk gewoon houden. Het is niet zo dat Aris over ontzettend veel geld beschikt. Ja. Dus ja, dan ben je blij met iemand die er is. En als hij werkt en hij verdedigt, dan... Rebound. Er zijn coaches natuurlijk vaak wel tevreden. En zeker managers die gewoon niet over te veel geld beschikken. Ja. Een solide speler al met al. Ja, en ik denk ook dat in het team van Aris natuurlijk heel veel moest komen van Blackman. Ja. Die had ook best wel dat hij heel veel schoot. Ja, Michaels zou wat extra's kunnen brengen. Kan wat creëren. Van der List ook wel vanuit de post. Dus ik weet ook niet zozeer of nodig is dat er nog een creatieve speler bij moest komen. Ik denk dat als hij een goede driepunter heeft en er wordt gedubbeld inside... Wat natuurlijk wel prettig is om zo'n speler dan te hebben die dan wel zijn bal van buiten erin gooit. Ja. Geraas is duidelijk niet eens. Doet nog eens even voor wat er allemaal gebeurde. Maar goed, het is al met al 43-35 Leiden in balbezit. Marijn Verver is ook weer in de ploeg is gekomen. Ja, die schiet graag uit de hoek. Nu eventjes niet. Heeft hem weer terug aan Carrington Love. En dat hij ook.
leidde natuurlijk ook niet met een al te grote rotatie. Geen Versteeg en geen Voren, maar wel Kerazi. Ja, die komt toch ook al op 13 punten. Hij is zelfs topscorer in de wedstrijd. Ondanks dat hij wat puntjes liet liggen op de vrijworplijn. Ah, dat zijn we gewend, hè. Maar een hele goede scorende inbreng van hem. Ja, mensen hebben het denk ik wel meegekregen. Want ZZ Leiden communiceert uitgebreid op Twitter, Facebook. Natuurlijk de website, et cetera, et cetera. Maar een leuk interview online gekomen deze week met Rudy de Jong. En voor de mensen die alles over Rudy willen weten. Het is een lekker lui, uitgebreid, slow TV gesprek geworden. En teruggegaan tot in de jeugd van Rudy, waar hij begonnen is. Club 2000. Ja, mooi. Ja, ik dacht bij Club 2000 denk ik aan een heel ander soort clubs. Maar het is gewoon keurig net de basketbalclub. Ja. En ik kende het niet, Martin. Maar ik heb het even gegoogeld en het bestaat nog steeds. Ze hebben ook wel eens met een team meegedaan bij het paastoernooi van TV Ibbenburen in Duitsland. Een befaamd paastoernooi. Ibbenburen? Jazeker. Aha. Dat is want du warst ook daar, Martin? Ongeveer 8 of 9 keer. 8 maal. Een paar keer met de heren van BS Leiden. Met de meisjesjunioren van Grasshoppers, met de dames van US. En met een verzamelteam, de Hoekies All-Stars. Hé, kijk. Ik dacht dat er maar één Hoekies All-Star was, maar er zijn er dus meerdere. Ja, die werden door mij gekozen. Die zijn door jou genomineerd. Ja. Ja, Tim Bakker zat erbij, maar ook Esat Fikengul. Dat was net na mijn tijd, maar die ken ik ook wel. Ja, goeie. Een paar jongens uit de Maassluisterwereld. Oké. Okay. Dus een paar van binnenland, Marvin van der Houwen, Mark Kantro, Mattis. Raakt wel de ring, Ramdami. Oké, okay, klinkt als een enorm leuk toernooi, maar ook leuk niveau. Zwaar toernooi. Ja. En daar ken jij Club 2000 van. Ja, die deed ik mee. Het eerste jaar dat we meededen, weet ik nog goed, moesten tegen een topploeg uit Duitsland die gewoon Eredivisie speelde. De 4 Amerikanen. Oei. Dus toen dacht Jérôme Hossen dacht een rebound te kunnen pakken. Werd er even die bal boos over me heen gepakt en over me heen gedinkt. Om 8:30 ochtends, want dat zijn ook tijden dat je moet spelen. Ja. Dat is ook wel de charme van dat soort internationale toernooien. Ik heb ze zelf ook veel gespeeld, maar dan op een duidelijk minder niveau, maar wel ontzettend leuk in het buitenland. En lekker blokshotje van de Relist. Ja, 8 puntjes. Leeuwarden hangt daarin, hè? Ja, we blijven erin hangen. Ze hangen erin. Terwijl Leiden toch wel kans heeft gehad om het gat nog een beetje te vergroten. Ja, Leeuwje dan half afgoed. Doorgedunkt. En timeout. Ja, en terecht. Was eerst een blok van de Relist. Nu een dunk van hem. Hij komt op 13 punten. En is samen met Kerazi topscorer in de wedstrijd. Ja, we moesten toen tegen Charlottenburg. 4 Yanks. Wauw. Het grappige was dat... Dat voor het internettijdperk was. Of was dat net al in het internettijdperk? Dat soort... 2000, al die dunks die je dan om je oren krijgt meteen online worden gezet. 2001 was dit. 2001, oké. Okay. Met Facebook. Met de mannen hebben we nooit gewonnen. De Hoekies All-Stars werden derde. Want als je dan... We verloren in de halve finale van Ibbenburen. Daar ben je altijd weggefloten. En dus haalde die finale nooit. En met de dames van US hebben we volgens mij wel een keer gewonnen. Grasshoppers heeft een keer gewonnen, was ik zelf niet bij. Zo. Want ik speelde met de meisjes junior, maar het was een senioren toernooi. Netjes. Misschien even over Grasshoppers. Morgen wedstrijd 2 in de damesfinale. Grasshoppers won de eerste wedstrijd redelijk overtuigend. Van lekkerdetect.nl, Bemmel en mensen zeker ook hier uit de regio. Misschien nog net een paar plekjes vrij in Kleinduin. Ga even kijken. Morgen om 8:30 is daar de tip-off. De eerste 2 wedstrijden in zo'n finale zijn dan... speelt dezelfde ploeg thuis. En dan is er 2 keer uit in Bemmel als dat nodig is. Het is een best of 5 dit jaar. Het is geen best of 7 meer. Nee, dat is wel jammer. Had ook wel wat. Ja, absoluut. Vorig jaar werd het 4-3. Met een opmerkelijke verloop ook van die serie. Achterstand voor Bemmel. Van coach veranderd en toen het helemaal omgebogen en in eigen huis het afgemaakt. Ja, en ik kan me herinneren dat 2 jaar geleden voor mij tegen Lone Lions of zo. Dat ze 3-0 achter stonden. Ja. En vervolgens 4 keer op rij wonnen. Ja, en dat was een unicum. Oh ja, open 3 punten van Love. Goede rebound van Ramdami. En foutief afgestopt. Kijk of Leiden die 6 punten wat hoger kan tillen. Ja, 39 punten tegen van een Leeuwarden zonder zijn startende point guard is wat aan de hoge kant. Kun je zeggen, 45 punten zelf maken is natuurlijk prima. En dat is misschien ook wel gewoon de kracht van Leiden. Snel spel. En
hoge scores. Veel schoten, dus de tegenstander krijgt ook veel schoten. Precies, ja. Ja. Ja, zoals Martin al zei, als het een beetje mee zit, hebben wij hier straks Gert Schurer. Die mogelijkerwijs ook nog in gesprek is met Omroep Friesland. Maar als die tijd heeft, dan schuift hij in de rust aan. En hoogstwaarschijnlijk ook weer na de wedstrijd bij de coaches, denk ik. Hè? De twee Vlamingen. Ik sprak de assistentcoach van Aris. Of die Tony kon sturen. Hij zegt, ik had het al gelezen dat jullie hopen dat ze er alle twee zijn. Ik zei, ja, de eerste keer was hij er, vorige keer liet hij verstek gaan. Ja, dat zegt hij, dat is niet best. Dus ik zal hem sturen. Ja, Anne van Dijk, hè, is dat de assistent. Ook met nationale jeugdteams gewerkt. Hey, kijk eens aan. Butter. Een stiel van Rens Butter ook meteen bij zijn eerste actie. Ik denk dat de chat er helemaal los gaat nu. En de Jong gaat ook los. Punten van de Jong. En opeens is een gaatje van boven de 10 ontstaan. Ja, die time-out heeft geholpen. Ging van 6 naar nu opeens plus 11. Maar wel in principe het laatste schot voor Aris Leeuwarden. Oh, mooie paas daar van Koemelis. En ja, Crutch, onze vriend. Ja. En dan is het 8. Mooi einde van de eerste helft. Ja. Martin, jij praat waarschijnlijk nog wel even door. Doe dat vooral. Ik ga even kijken of ik de camera kan klaarzetten voor het geval wij Gert straks hier ziet. Oh ja, dan gaan we voor het bord zitten. Maar jij kan gewoon nog even lekker blijven zitten. Ja, nee, precies. 50-42. Betekent dat Leiden het kwart met 23-19 wint. Dus het eerste kwart was het gat 4 punten. En nu gaan we naar...
Ja, dames en heren, we zijn op anderhalve minuut van het begin van de derde kwart, tweede helft. En 50-42, het is nog niet echt een groot verschil. In ieder geval niet zoals Den Bosch, want daar loopt de score wel heel erg hoog op. 82-53 is het daar halverwege het vierde kwart. En ik zal even kijken, Wurgen de Jong is topscorer aan de Leidse kant volgens de Leidse stats met 16 punten. Mohamed Keraas heeft er 10, heeft 9 rebounds. En Carrington Love heeft er ook 10. En aan de andere kant heeft Jeroen van der List 13 punten. En Nate Kretsch staat op 7. Foutenlast bij Leiden niemand. En bij Aris Leeuwarden heeft Stefan Mladenovic 3 fouten. En ook Jeroen van der List heeft 3 kruisjes achter zijn naam staan. Dat kan nog spannend worden voor de Friese of die het einde gaan halen. Het is even afwachten geblazen.
In ieder geval, het is nog een redelijk bezet huis in de 5 mijl. Het is niet uitverkocht, dat was ook niet echt te verwachten. Maar goed. Tweede helft. Nieuwe stand. 50-42. En Arie is inmiddels ook weer aangeschoven. En ik heb zelfs het idee dat hij nu zijn koptelefoon op gaat zetten en mee gaat praten. Dat is even afwachten. Zijn schuif staat nog dicht en dan gaat de schuif open. Hallo Arie. Ja, als je rondrent en aan kabeltjes aan de sleutel open zijn, komen we meteen in beeld, hè, Martin. Nou, Monique ziet u hier ook. Dit is Monique. Zij doet de punten. En Paul Krama, hij doet alle ledschermen. Leuk dat hij ook in beeld komen en onze filmers Remco en Koos. En naast mij natuurlijk Martin Hoekstra. Ja, wie kwam ik tegen rondrennende door de hal? Michel Zegwaard, de scheidsrechter. Is Zegwaard scheidsrechter, beoordelaar of iets dergelijks? Of misschien is hij gewoon hier als liefhebber? Dat Nee, hij is ook voor de scheidsrechters aanwezig. Oké. Okay. Dus, hem kwam ik dus tegen en meteen in 3 punten winnen. En het gaatje wordt weer boven de 10 gemaakt in de eerste aanval in Leiden. 2 3-punters nam, een aanvallende rebound pak na de eerste gemiste. En de tweede 3-punter van de Randami ging er dan wel in. En daarnaast kwam ik ook, ik weet niet of ze officieel zo heet, maar laten we maar zeggen, mevrouw Vervaak, die kwam ik ook tegen. Die is ook in de hal. Anne van de Aura. Ja, Anne. De sympathieke dame, partner van de hoofdcoach. Bal opgeraapt door Kirazi. On the floor, zegt de scheidsrechter van de sluis. In Den Bosch is het inmiddels 30 punten verschil, 85-55. Wow. Martin, wij zitten op een van onze monitoren. Dunk van Verdi. Goed aangepaast, voor mij de Werder de Jong. Maar die monitor is niet live, Martin, en no worries. Het is een leuke discussie trouwens op Facebook over een mooie actie van Werder de Jong. En de reactie kwam van Joseph Burton. Die Joe Burton, dus denk ik, die bij Zwolle gespeeld heeft. Ja. En een van de spelers waar Rudy blijkbaar nog steeds contact mee heeft. In ieder geval online. En dan Dami nog maar even een 3-punter reboundje van Vetti. Dat is toch een probleempje, die aanvalsrebound. Wat was het verdedigen, het controleren tegen de aanvalsrebound van Aris. Redelijk verre bal kan hij natuurlijk wel follow-away, maar valt even niet van Vetti. En weer opgeraapt en meteen een 3-punter van Love. Bijna. Het is wel 3 keer voor een kwartje schieten geblazen. Michaels, ja inderdaad, die overwoog ook even het schot. Mooie gebouwde speler, grote speler. Maar nog niet heel erg opvallend vandaag. Het staat op, moet ik het goed zeggen, 8 punten. Martin heeft mijn speakbriefje afgedekt. Martin weet altijd dat soort dingen uit zijn hoofd. Ik moet dan nog wel eens even spieken. En een jumpball situatie, of een steal, of een losse bal. Ja, de bal is los. Ja. Goed gedaan door de Jong. Eens kijken of Aris erin kan blijven hangen. Of misschien zelfs wel richting een gelijke stand kan gaan werken. Hier een P. Is dat een schot? Poging? Ik denk het eigenlijk wel. Of Nee. Ik denk dat het was de controleren vandaag van de rebound. Ik zie dat Leiden in de eerste helft al 12 aanvallende rebounds heeft gepakt. En volgens mij kun je er zo weer 4 bij schrijven. Dat is natuurlijk veel te veel. Want in de eerste helft had Leiden meer aanvallende rebounds dan Aris verdedigende rebounds. Dat is toch een kritiekpuntje. Zie je overigens over scheidsrechters gesproken dat ook Esther van Bokhoven in de chat is. En zij floot een prima wedstrijd 1 in de finale van de Dames Eredivisie met haar collega's in Katwijk. En volgens mij gaan wij daar morgen onze grote vriendin Saskia Warmerdam ook in actie zien. Als ik het goed heb onthouden uit het fluitschema van de Nederlandse Basketbalbond. Oh, listig bedacht, dat balletje richting Pietersen, maar het ging even toch niet door.
Ja, hij wil een nieuwe 24 seconden of een nieuwe klok hebben. Oh ja. Wel heel simpel. Score van Musters. En dat brengt de stand toch gewoon weer terug op 8 punten. Ja, het is ook niet de eerste keer dit seizoen dat Leiden zoiets overkomt bij de baseline out of bounds van de tegenstander. Nee. Kan natuurlijk altijd wel een keer gebeuren. De Jong. Oh. Ja, als een klein foutje van Pietersen. Maar toch. Zijn tweede, u ziet dat in het groen onder in beeld. Ja, die is goed naar de ring gegaan en contact. En dus tweemaal. Ja, toch denk ik dat je daar een band uit moet kunnen halen in zo'n situatie. Zagen we nog even die laatste bal van Musters. Nou, eens even de punten erbij. Deze man, Ferry. Hij komt op de dubbele cijfers. Staat nu op 10. En de nummer 14 van Aris, die net scoorde, Musters, heeft er 6. Nog niemand, behalve Van der List, in de dubbele cijfers. Bij de Friesen, redelijk opmerkelijk. Want er beleiden al 4 man in de dubbele cijfers. Kirazi, Love, De Jong en Veddy. Toch staat Leiden maar 10 punten voor. Maar dat komt omdat toch een aantal andere Friesen aardig meescoren. Deze man heeft pas 2 punten, Koumelis. Die hier daar ook de lay-up miste. Ja, lekkere paas van Love. Ja, prachtig. Lekker hoor. Ja, maar die gewoon een keurige wedstrijd speelt met 15 punten. Is dat grootste voorsprong in de wedstrijd ongeveer? Zou zomaar kunnen. 12. Schotje valt niet. Is Van der List eigenlijk wel gestart in de tweede helft, Martin? Of, Nee. Die startte hij ook in de eerste helft niet? Of, ja, in de eerste helft. In de eerste helft startte hij wel, want hij scoorde meteen de eerste 7 punten. Ja. Maar vanwege die 3 fouten denk ik dat hij op de bank is begonnen aan de tweede helft. Juist. Maar Denevic zit ook op de bank, heeft ook 3 fouten. Ja. Dus ja, wil je nog een beetje wat profijt van die gasten hebben, dan moet je ze natuurlijk niet meteen in gaan zetten. Ja, aan de andere kant kan je zeggen, ja, loopt dan Leiden te ver weg. Ja, precies. Ja, dat is altijd achteraf weet je of je gelijk had of niet. Ja. Ferry doet dat netjes. Een van de beste vrijworpschutters van Zorg en Zekerheid Leiden. Laat dat ook weer zien. En dat is nu toch 14 punten. En dus zou je kunnen bijna kunnen zeggen, Mladenovic met die 3 P's erin bij Aris Leeuwarden. Leiden in een zone lijkt me, of nee, toch niet. Schotje van Pietersen, had er wel in gemogen, vrij schot, viel even niet. En De Jong maakt tempo, wordt gestolen, ja, door Michaels. En wordt teruggestolen door Sergio de Randami. En toen de P van Michaels. Nou, we gaan het niet precies verklappen, Martin, want de mensen moeten dan dat interview met De Jong eens even kijken op de YouTube-kanaal van Zorg en Zekerheid Leiden. Maar er is wel degelijk een gegronde reden waarom hij zijn broek draagt zoals hij die draagt. En ook nu weer heeft Woody zijn broek in een andere stand gezet. Hij zou niet het hele interview willen afluisteren van 3 kwartier. Maar gewoon in de laatste 3 minuten moet je even kijken. Martin, heb je het toch nog half verklapt? Jammer. Ah, ik heb niks gezegd, maar we zullen even snel wel kijken. En een grote discrepantie in de teamfouten. 0 tegen 5 en 15 punten. Nu gaat het hard ook bij Veddy met al die vrije worpen. Hij staat gelijk als topscorer van deze avond met Kirazi, allebei dus met 15. En we gaan het even dubbelchecken.
De lijstverscouting die... We gaan even de... Die hadden 3 punten te weinig voor Kerazi, zullen we maar zeggen. Of in ieder geval 3 te veel voor de Jong. Een hoge layup van Mladenovic. 63-49. Dan hebben wij hier met onze spreadsheet misschien iets anders dan de online stats laten zien. De oude voorschotense kern links van ons. Die hebben geen microfoon nodig, hè? Nee, die is aan het, maar die zijn laat het duidelijk blijken dat ze het niet eens waren met deze uitbal. goed erin gelegd. Ja. Alley-oop zonder te dunken. En Van der List gaat weer scoren. Ook hij is dus weer terug in het veld. 15 voor hem ook. En het is weer 12. Het dus net 16. Het kloofje wordt precies net wat kleiner. Dus kijken of ze dan toch nog weer een run kunnen maken, de mannen van de coach Tony van der Bos. Freddy tegen Van der List. Mooie bal. Ja. 17 nu voor hem. Geen schokkende tussenstanden meer, denk ik, uit Den Bosch. Nee, er is al een eindstandje. Oh nee, nog 1 minuut te spelen. Het is 99-61. Wow. Hele verre bal. En een mooie bal van Van der List die zich in zekere zin revancheert voor zijn heel matige laatste wedstrijd hier in de 5 meihal. Oh, dus heb ik een eindstand nu inderdaad in Den Bosch. Het is 99-64 geworden. Dat is een goed begin voor New Heroes Den Bosch. Ik zal eens even kijken hoe dat nou zat met die Amerikanen. Oh ja, wie hebben er uiteindelijk gespeeld en hoeveel? Cashin Sherrill heeft niet gespeeld en Morgan heeft 16 minuten gespeeld. 3 punten geprobeerd door Mladenovic. Lukte niet. Leiden op plus 11. En je zal het misschien niet geloven, maar Akerboom 20 punten. Ja, de oudjes doen het nog best. Of ja, oudjes. Ja. Bouwknecht 22. Oké, de Hollanders doen het dus goed. Ja. Mikluzak 16. Oké. Carey 13. Je ziet bij Bouwknecht ook 9 assists staan. Akerboom 6 uit 7 driepunters. Ja, daar gaat het hard. Kijk, hij heeft dit keer niet de Akerboom trofee gewonnen, Martin. Dat was zijn teamgenoot, meen ik. Ja, Mike Mikluzak op het laatst. Want Brandon Kerr stond er heel lang goed voor. In eerste instantie hadden we die eigenlijk ook al klaarstaan. Maar ja, door die laatste wedstrijd veranderde er nog het een en ander. Die laatste week van Groningen waarin ze nog 2 keer speelden. Ja. Dus dat maakt het even anders. Ik zal even kijken bij Den Bosch of bij Rotterdam. Kanda 6 punten. 6 turnovers. Die heeft het niet waar kunnen maken. Nee. Setti 14 punten, kwam van de bank. Marcel Boyd 13 rebounds, 9 punten, kwam ook van de bank. We starten daar gewoon met een Amerikaanloze 5 met Stolk, Kok, Kanda, Krabbedam en Tilkers. Oké. Maar ik zou zeggen dat bij Armand Salomon weet je eigenlijk nooit wie er gaat starten. Juist. Het kan iedere keer weer anders zijn. Ja. Ja, hier eventjes voor u in beeld de komende wedstrijden. Dat hangt er natuurlijk dan van af in zo'n play-off. Hoe het in de uitwedstrijd gaat, bijvoorbeeld aanstaande donderdag. Nou, mocht Leiden, het maakt niet uit. Mocht het 1-1 zijn na donderdag, dan spelen wij hier op Bevrijdingsdag. Zaterdag 5 mei thuis. En mochten wij als Leiden de halve finale halen, dan is de eerste thuiswedstrijd op donderdag 10 mei. En dat is eigenlijk altijd allemaal om 8 uur de thuiswedstrijden. Bijna meteen weer een score van Leiden. Kerazi kon net niet afwerken. Ja, die 8 uur is niet heilig. Want als Ziggo komt, dan is Ziggo heilig. En dan wordt het weer 7:30. Ja, zoals vanavond. Dat is mooi. Hè? Ziggo is terug in de Dutch Basketball League. Ik heb natuurlijk eerst Donar Europees gedaan. Wat al prachtig was. En gaan nu de Dutch Basketball League playoffs doen. En waren in Den Bosch vanavond.
Mike Pons. Ja, ja, dat is weer 8 punten. Dat was eigenlijk de stand ook aan het eind van bij de rust. They won't go away, Martin. Nee. The men in red, maar dit is te makkelijk om Love zomaar vrij te laten doorlopen. Hij komt op 12 punten, zijn rugnummer. Ja, dat was snel hoor, godsamme. Als hij zijn raketten aanzet, Carrington Love, dan is hij gewoon een van de beste spelers. Dat is hij sowieso van de Dutch Basketball League. En daar een mismatch tussen Ola en Mladenovic. En dan is het of driven of schieten. En aardig opgelost door Ola. Ja. Of een snelle stepback dan tegen een lange man. Of proberen er langs te gaan op snelheid. Maar kwam in ieder geval geen score uit. Nee, Michaels dacht nog dat hij de rebound moest meekrijgen. Maar goed, de zoomer voor de 24 ging ook. De scheidsrechter Graaf had de bal aan Leiden. Aha. Ik denk dat het ook wel terecht is. Anders had je misschien over de backfout kunnen geven. En dat doen ze dan vaak niet. Dan geven ze gewoon de bal aan degene die tegen wie de fout eventueel gemaakt wordt. De bal ging door de ring, maar die telt niet. Maar omdat Leeuwarden in de penalty zit, en dat zaten ze al heel snel, is het wel 2 maal. En dus kijk eens als hij dat nu wel aan kan. Vierde fout voor Jeroen van der List. Die gaat ook meteen weer naar de kant. Ja, dat is wel spijtig. Nog niet zo heel veel gebeurd in dit kwart, wat alweer bijna voorbij is. Dat zie ik een beetje aan het lijstje met hoogtepunten wat we voor u verzamelen. 16 punten en het publiek juicht luid om die rakenvrije worp van Kerazi. Ja. Ah, niet te veel eisen, hè, meteen. Te kort. Maar ja, wel een mooie 16 punten. Mladenovic. Flink onder druk gezet aan Ayi. Dat is jammer, want de schotklok was nog maar op 8. En Loft die in discussies met de scheidsrechter. Kraas heeft wel alweer een dubbel-dubbel te pakken. Ik zie links in de stats van mij, die soms een fractie achterlopen, dat hij daar al op 11 rebounds staat met 13 punten daar. Oké. Okay. Goed doorgaan, Pietersen tegen Wurdy de Jong. Komt op 5, Pietersen. Aan punten dan dus. En dan, ja, dat zijn wel zijn schotjes. Draait even uit van Kerazi. Beetje zo'n hangend shotje vanaf de vrijworplijn. Jumpertje. En Leiden krijgt in principe nog 1 keer de bal terug. Nou, er zit een differential van 12 seconden in. Dan krijg je de bal niet meer terug. Oh. Oh, leek ook wel clean voor een blok te worden gegaan. Maar uiteindelijk gewoon P. Ja, 2 vrijworpen voor Mladenovic met nog 8,5 seconden te gaan in het derde kwart. Hij kan de marge in de tweede helft naar Arens doen uitslaan. Met rust was natuurlijk 8 verschil, dus het zou nu 7 kunnen worden. Leiden heeft nog wel 8,5 seconden daarna een aanval. Eerste vrije worp zit erin, 68-60. Ja, dan heeft Leeuwarden dat toch weer aardig recht getrokken. En ja, 7. Oeh, dat is goed gedaan door Pietersen. En dan opgelost door de Jong. En dan, ja, oké, gepaast. 4 seconden nog, dus ruim de tijd. Eens op bal van Bergen. Ola, die zegt tegen het publiek, laat je horen. Want dit is gewoon lekker. En toch weer dubbele cijfers. Nou, die pakken we er meteen maar even bij. Die bijna buzzerbeater van Ververs. Flapt hem er recht in. Knalt het netje er bijna af. En er ging ook nog Kerazi tegen de grond. Die had er nog een P overheen gewild. Maar die kwam er niet. Dan zie je nog dat Leiden dit kwart ook nog met 2 punten verschil wint. Niks aan de hand, Martin. 21-19. Drie kwarten gespeeld. Drie kwarten gewonnen door Leiden, ja.
Ja, we gaan straks natuurlijk ook weer de discussie krijgen in de halve finale die dinsdag gaat beginnen. Met in ieder geval een thuiswedstrijd van Donar en een thuiswedstrijd van Zwolle. Is het fijn dat je de eerste ronde vrij bent. Ook dat weet je pas achteraf. Als je dan roestig bent, als je dan een beetje slecht op gang komt in zo'n eerste wedstrijd als team zijnde. Dat eerst of tweede was geworden in de competitie. Zeg maar van ja, zie je wel. Hè, ze hebben wedstrijdritme, ze missen de scherpte, noem alles maar op. En als zo'n team dan dik wint, dan wordt gezegd ze hebben lekker kunnen uitrusten. Maar goed, dat is nu eenmaal ook consequentie van dit model. En een ander punt is natuurlijk dat het maar een best of three is in deze eerste ronde. En één keertje verliezen is niet direct fataal, maar wel heel erg opletten. Maar Tover kwam Leiden zelfs vorig jaar nog toen ze thuis eerste wedstrijd verloren van Amsterdam. En dat toch nog konden ombuigen. En ik meen mij ook een serie te herinneren waar we de eerste wedstrijd thuis van Zwolle verloren. Maar dat zou ook nog wel eens een halve finale kunnen zijn geweest. Hij zit niet heel vast in mijn geheugen. Nee, ik weet wel dat we een keer een halve finale Of de eerste wedstrijd uitwonnen en toen de tweede wedstrijd thuis verloren. Goed, ik zou het even moeten nazoeken. Martin weet dat soort dingen aan. Vorig jaar, hè. Toen won Leiden de eerste wedstrijd in Zwolle, want Koen is 5 3-punters. En toen kwam Zwolle hier. Ja, dat was de tweede ronde, dat was halve finale, klopt. Ja, toen kwam Zwolle hier en toen gooide Vetti er 6 3-punters in. En dat waren de enige 2 uitoverwinningen. Daarna ging het steeds met de thuisploeg mee. En omdat Landstede thuisvoordeel had, werd het 4-3. Die laatste wedstrijd werd Leiden wel heel vet van het veld afgespeeld. Al bij Rus was het al gewoon net gespeeld. Inderdaad. Ja, die matchup zou zomaar weer eens kunnen gebeuren. Mocht Leiden in ieder geval 2 keer weten te winnen van Leeuwarden. Dan wacht Landstede Zwolle. Tien punten dus. Kan Aris nog eens een keer een run maken. Het is in ieder geval voor zo'n run een redelijk goed begin. Derde P voor de Rondami. En daar komt Vetti er zo weer in. Ook Loof heeft er 3 en verder niemand met meer dan 2 bij Zorg Zekerheid Leiden. 4 dus voor Van der List bij Aris. En 3 nog steeds voor Mladenovic. Daar zit gewoon Loof nu met zijn 3 fouten ook aan de kant. Pietersen, had meteen kunnen en moeten schieten. Ja, ik weet niet wat hij nou nog wilde van de scheidsrechter, maar liet zich intimideren eigenlijk door de jong die nu net niet kan afwerken en die daar bovenop cameraman Mike van Bemmelen terechtkomt. Een van onze beste en trouwste sponsors en zeker ook een van de beste fotografen van Nederland. Die kreeg Wordy wel heel dicht bij zijn lens. Ik ben benieuwd wat hij er voor foto van gemaakt heeft. Michaels en weer een P van de Randami. Ja, die dat nou natuurlijk niet meer leuk vindt. En ik zag hem ook nou niet direct. Ik nog eens even die laatste actie van de Jong. En dan komt hij daar. Nou, het valt mee. Hij kwam tegen de basket en wist de fotograaf grotendeels te ontwijken. Aantal likes op deze video. Likes zijn altijd welkom en abonnementen op het hele kanaal ook. Altijd handig om dan even te zien wanneer we weer nieuwe video's hebben, want we posten veel. Interviews, top plays, samenvattingen en de score van Michaels. Hij zit inmiddels op 13 punten. Of zoals de speaker van Donar zou zeggen, zijn 13e punt. En dit is de 4e fout van Stefan Mladenovic. Als je de hele wedstrijd hebt gehoord, dan ben ik er altijd wel een klein beetje klaar mee. Maar goed, zo hebben we allemaal onze favoriete speakers en wat minder favoriete speakers. En commentatoren ook natuurlijk, Martin, niet te vergeten. Martin die
herkent zich niet in deze opmerking. Dat mag. Nee, waar heb je het over? Ja, nee. Dat, never mind. De Jong tegen Pietersen. Het is ook omdat Love op de bal, op de bank zit dat de bolhandler Ververs is en De Jong. 9 seconden nog, schotje van Ferry. Ja, moeilijke bal ook. Niet zo'n hele sterke aanval van Leiden. Ja, hele wilde lay-up en er wordt in zijn gezicht geraakt. Of suggereert dat in ieder geval. Dat zal het ook wel zo zijn van Pietersen. Maar een hele moeilijke bal. En nu is hij eindelijk dan weer terug. En pakt hij Ververs alsnog weer op. Lijkt me een 1 tegen 1 optie tegen Koumelis. Maar niet afgewerkt, de Ola ook niet. En wel vrije worpen. Een beetje rommelig is het geworden, Martin. 8 punten. Ja. Nou, nerveus wil ik het niet direct noemen voor Leiden. Er is natuurlijk niet zo heel veel aan de hand. Ze hebben ook wel grip op de wedstrijd. Maar ze nemen toch even een time-out. Daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja, er is natuurlijk, het is organisatorisch een beetje een klein beetje een rommeltje geworden. Wordt weer iets te veel gedribbeld. Bal blijft iets te lang op dezelfde plek. Waardoor er geen beweging, dan is er geen beweging en dan staan we allemaal een beetje te kijken wie dan wat gaat doen. Ik denk dat het gewoon handig zou zijn als Love gewoon weer binnen de lijnen komt. Niet omdat Love een grootheid is of zo, maar hij is wel iemand die in ieder geval wat meer leiding kan geven, wat meer snelheid in het spel mee te brengen. En ik denk dat je dat wel nodig hebt, zeker tegen Ares, natuurlijk ook niet te wennen om hij eens diepe rotatie speelt. Om in ieder geval die guardline van Ares flink onder druk te zetten. En dan moet je nog maar afwachten of die grote mensen dan mee kunnen blijven scoren in deze wedstrijd. Martin, we gaan onze luisteraars nog een keertje verblijden met dat leuke promootje van de Fanzine. Wil jij de beste plek bij de volgende wedstrijd? Check de actie op onze Facebookpagina. En laat zien dat jij een ZZ-fan bent. En misschien zit jij straks wel op de Fanzine. Ga naar de Facebookpagina en doe mee. Dat is dus die fanzine waar je aanspraak op kan maken. Er is veel concurrentie, veel goede inzendingen, heel veel belangstelling. Maar lekker wedstrijd dus, twee hele mooie plekken te verdienen. Twee vrijworpers voor Ola. Dan is het ook wel fijn als ik ook die camera even aanzet. Komt ie? Nee, dat kwam niet. Daar miste ik de eerste. Nou, de camera stond ook niet aan, dus niks gemist. Niemand heeft het gezien. Ja, zo is dat. Ja, nu wel. Ja, uiteraard met hoeveel je wint het totaal niet belangrijk in de play-offs. Nee, 1 punt is genoeg, hè? Het is niet zoals in de beker uiteraard waar dat nog uitmaakt. Of zelfs in de competitie zou het uit kunnen maken uiteindelijk. Van de list, 5 seconden nog. Dat leek me verre 2 punter van Koumelis. Maar wel onder druk van de shotklok. Terwijl licht op de business tribune uitblijft, maar ja, het heeft ook wel wat. Ziet er wel chic uit. Ah, nu gaat het licht hier weer aan. Oké. Ola op de baseline en ja, dat is heel lastig, heel knap opgelost hoor, door Love. 1 seconde nog voor Ferry. Het is toch wel een beetje pijnlijk voor Ares. Van der Lis scoort wel aan de andere kant. Maar toch, als je 1 seconde hebt op de shotklok, krijg je nog een 3 punten om je oren van redelijk ver. Ja, dat is. Coach Van der Bos druk coachend. En daar een drietje voor ver vanuit de hoek waar die graag komt. Valt even niet. En dan Michaels met moeite. En Paul voor Leeuwarden. Gaan wij nog even heel snel die 3 punten erbij pakken van Ferry. Gered is eerst door Love. Toen ziet het daar boven de basket. 1 seconde. Bal was op tijd weg. En het spel gaat ondertussen door. Hier zijn wij weer live met Pietersen. Makkelijk te herkennen natuurlijk aan zijn kapsel. En Van der Lust gooit er nog maar weer eens een bal in. En hij komt
Volgens in ieder geval onze telling. Ik denk dat Leiden toch wat harder moet gaan verdedigen op Van der Lis nu. Dat was geen 15. En Love ging naar de basket, probeert iemand te ontwijken, gooit hem over de basket heen. Dus nu gaat het publiek zich er mee bemoeien. Die hebben toch zoiets van ja, 8 punten. Wat gaan we nou krijgen? Van der Lis op 22 punten. 20 voor Verdi. Ola zich dat aantrekken, Martin, dat Van der Lis zoveel scoort? Of is dat gewoon de team defense ook en de verdediging door meerdere Leidse spelers? Ik zag toevallig nu even een matchup tussen Ola en Van der Lis. Ja, Van der Lis die draait gewoon om Ola heen en Van der Lis is ook lang, heeft lange armen. Dus zorgt ook wel voor dat hij niet geblokt gaat worden. Lekkere paas van de jongen op Verdi, balletje valt niet. Lekker veel speeltijd weer voor Marijn de Ververs. Ja, het publiek is wel lekker in de wedstrijd gekomen, maar Aris ook. Aris ook. Goede actie van Cumulus naar de baas te gaan, af te paas op Kretsch. En die gooit hem met zijn linkerhand via het bord erin. Er is nog 4 minuten 55 te gaan en het verschil is 6 punten. En het kan 5 punten worden als Kretsch die vrije worp erin gooit. Dat was toen het in het derde kwart 16 punten verschil was. Zat dat er eigenlijk niet aan te komen. Nou, de vrije worp gaat dan mis, dus blijft 6 punten. Leiden moet echt, zorg en zekerheid, Leiden moet echt op zijn tellen gaan passen. Kijk, Lof die dus een tijdje heeft gezeten, of dat hij het dan naar zich toe kan trekken. Het heeft ook met leiderschap te maken. Leiden wordt ver van de basket gehouden tot nu toe. En dan, hij denkt geen eens aan de schot, Ola. Maar de schotklok was wel aan het aflopen. Nu nog maar 3. Dit gaat niet lukken, dit gaat niet lukken, dit gaat wel lukken. Dit gaat in ieder geval een bal opleveren voor Leeuwarden. En dan een P, nee, geen P van Lof. Misschien wel verstandig, want dan loop je al gauw tegen een U aan als je dat daar probeert. En dan is Cornelis, die gaat weer naar de basket. En dan bijna in de problemen. Van der Lis die wil wel schieten, 11 seconden nog. Dan pick, voor een pick and roll, nee. En, ja, dan moet je zelf, maar had ook alle ruimte. Oeh, dat had meer ingezeten voor Mladenovic. Ik leid er niet heel slecht weg, 6 punten maar. 4 minuten te gaan. Wie wil nu de bal hebben? Wie durft nu? Wie kan er nu? Wordt het Lof. Kijk het screen van Ola. Oh, heel goed gespeeld van Leiden. Zonde. Heel mooi vrijgekomen van de jong die op P wilde. Maar die natuurlijk die bal had moeten dunken. Of in ieder geval afmaken. Lukte ook niet. Ah ja. Dat is de spanning van de play-offs, Martin. We hadden het erover. Alleen maar een overwinning telt. Maakt niet uit met hoeveel. Maakt niet uit hoe. En gaat Leeuwarden dan hier stelen in de 5 meihal. Waar het totaal niet op leek. En waarbij ook nog eens een keer. En een P van Kerazi. Ja. Maar ook nog eens een keer. Misschien wel de beste speler. Of een van de betere spelers in ieder geval van Leeuwarden. Blackman ontbreekt. Zo'n P is natuurlijk nog helemaal niet slim. Want er staat. De vlag staat al. Dus je geeft in principe gewoon 2 vrije worpen cadeau aan Aris Leeuwarden. Timeout. De eerste voor Leiden. Zij hebben er dus nog 2 en ook Leeuwarden heeft er nog eentje. Dus daaraan geen gebrek. Ja, dan is het toch een vandalist. De grote man, letterlijk en figuurlijk, bij de Friesen. Hij staat op 22. Michaels op 13. Zij trekken de kar. Ja, je tegenstander onder de 70 houden. Ja, dat lukt nog wel. Maar dan met die 2 vrije worpen voor de boeg zal dat lastig worden om het ook zo te houden. Ja, ik denk ook niet dat dat de uitgangspositie van Leiden is. Nee, de snelheid die ze graag willen maken. Nee, dat hoeft precies. Het is natuurlijk de toon van de helftrevisie. Ja. Maar dan moet je iedere avond gewoon 24 seconden pakken. En dat is niet iets wat Leiden gaat doen. Ja,
Ja, we gaan naar de eindsprint of misschien wel naar een overtime. Want ook dat natuurlijk in tegenstelling tot de beker. Er moet een winnaar komen in zo'n playoff wedstrijd. En dan is het ook alweer snel doorschakelen naar donderdag. Binnen 48 uur alweer een wedstrijd. En ja, mocht het dan om een of andere reden gelijk worden, dan heb je ook maar weer 48 uur. En dan is het alweer zaterdag. En dan zien we elkaar weer hier in Leiden. Bij de Scan Sport, die noemde het al even. Alkmaar de halve finale haalt, speelt het donderdag thuis. En dat zou zomaar eens een Ziggo donderdag kunnen zijn. En misschien een wat vroegere aanvang van 19:30. Balletje is goed van Koumelis. Daar hoeft Ziggo komende dinsdag niet over na te denken. Want Landstede en Donau beginnen allebei al om 19:30. Dus kijk. Dat is voor Ziggo makkelijk. Kijk. Davidas Koumelis houdt het hoofd koel. En het is 4 punten verschil slecht. Publiek goed erachter. Voorhandeling nu bij Kirazi. Dan moet hij toch een keer naar Lof toe. Ola is eruit gehaald. Rondami is erin gekomen. Ervaring dus ook in de ploeg kun je zeggen. En wie gaat dan dat schot nemen? 7 seconden nog. En oh, big shot. Niet, ja, het kan natuurlijk vallen. Maar ja, is dat nou je eerste optie in de aanval? Ik zou zeggen Love of Ferry. Laat je zien. De Jong. Schuif het niet af op de Rondami. Maar goed, niks aan de hand. Leiden gewoon nog voor. 3 minuten nog. Maar het gaat wel down to the wire. Oeh, bijna stiel van Love. Maar nu een P. Ongelukkig. Maar ja, dat risico zat er wel in. En Leiden dus al een poosje in de penalty. 4 in de P voor Love. Martin schudt het wijze hoofd. Ja, ik vind het ook onnodig. De goal of de fout? De fout. Ik bedoel, je gaat voor de stiel. Maar ik ga wel goed kijken of je voor de stiel kan gaan. En geef ze niet zomaar 2 vrije worpen cadeau. Dat zijn freebies. Koumelis nu in korte tijd 3-3. Eens kijken of hij dat 4-4 kan maken. En dan wordt het een one possession game. En dan denk ik dat we nog heel wat time-outs gaan krijgen. Wij zijn hier nog niet klaar. En dat is natuurlijk alleen maar lekker voor zeker een neutrale toeschouwer. Ik weet dat de 1ZZ Leiden fan in Barcelona nu toch met lichtelijk bezweten handjes aan zijn smartphone zit. Gekluisterd. Wie durft ook? Ja, Love. Rebound voor de Jong. Komt Leiden niet heel slecht weg. Leiden natuurlijk nog wel gewoon voor, maar is aan het wegzakken. Weer een 3-punter. Weer niet en geen rebound. En gaat Leeuwarden hier gelijk maken of op voorsprong komen. En een enorme dreun toedienen en voor een kolkend Kalverdijkje zorgen. Ongetwijfeld aanstaande donderdag in het mooie Leeuwarden. Blijf bij ons straks een afloop. Interviews met de coaches. En Michaels voor 3 valt niet. Wow. Daar ontwijkt Leiden rampspoed. En wie gaat het dan nu doen? En wie gaat er ook een actie maken? Die juist een Kirazi. Ze nemen hem niet. Kunnen ze dan tijdrekken? Wat is het idee hiervan? De tijd zoveel mogelijk volspelen dan een moeilijk schot. En weer dus afgeschoven wat mij betreft. Weer afgeschoven op Trandami. Dat vind ik niet fair van de mannen die toch de kar moeten trekken. En waarom wordt afgefloten? Waarom wordt afgefloten? Is er iets... Vetertje van de Jong. Oh, slimme truc van de Jong wellicht. En een time-out ook. Voor, ik denk, Leeuwarden. Dat is dan hun laatste. Ja, zij moeten natuurlijk wel wat doen. Leiden wel in de problemen, maar wel gewoon voor. Ja, en de Aris-fans in de chat, die gaan los. Dat is een time-out voor Leiden volgens mij. Geef Rens een chance, wordt er gepleit. Ja, je hebt helemaal gelijk. Het was een time-out voor Leiden. Beide teams hebben er nu nog eentje. Oi. Martin. Wat nu? Ja. Ja, je zal moeten proberen clean te verdedigen en geen fouten maken om weer niet 2-2 vrije worpen weg te geven. Dat is wel weer een euvel wat Leiden dan weer parten speelt. Misschien hebben ze al gedacht van derde kwart, we zijn er wel. En na 3 kwart sta je ook 10 punten voor, 71-61. Maar ja, als je dan in 8,5 minuut 4 punten maakt en je krijgt er 12 om je oren. Ja, dan is het een heel ander verhaal natuurlijk. De aanval loopt niet meer, hè? Nee, er wordt te veel overpaast. De mensen nemen geen verantwoordelijkheid. Ja, dan is de Rondami 2 keer de Sjaak die dan de verantwoordelijkheid wel moet nemen. En ik vind gewoon dat Love, de Jong, Vetti zijn gewoon de mannen die het voortouw moeten nemen in deze wedstrijd. En nu laat je hier gewoon de kaas van het brood eten. Wat doet Aris goed?
Waarom zijn zij nog zo volop in de wedstrijd? Nou ja, ze straffen in ieder geval de foutjes van Leiden goed af. En ze hebben de verdediging toch redelijk op orde. Leiden komt er niet goed doorheen. Nee. Heeft ook wat te maken met het feit dat misschien Van der List erin staat, die toch wel een balletje kan blokken. Michael is snel op zijn voeten. De guards willen ook wat druk geven. Dus ja. Goed punt. Wat kan Leeuwarden doen? Ze moeten natuurlijk nog scoren. Minstens 2 punten voor een overtime. Oh, een slechte paas aan de stiel van de jongen. En gaat hij dunken? Nou, dat is een duveltje uit een doosje. Kostbaar, maar het kan nog voor Leeuwarden. 4 punten. Ja, het is een snelle 3 punten. En oh, zonde. Oh, nu wordt het lastig. Nu gaat Leiden de tijd gebruiken. En Leeuwarden nog niet in de penalty. Dus als ze straks de klok willen stoppen, moeten ze 2 keer een P maken. Dat doen ze niet. Het kan op zich wel. Als je nu een stop maakt, dan heb je nog bijna een minuut. En het is maar 4 punten. Maar dan moet deze bal van... Oh! Wout van Haren is Leeuwarden. Ik zal nog even kijken of hij voor 3 of voor 2 werd gegeven. Het scorebord staat nu voor 3. We gaan het in de herhaling die nu loopt bekijken. Hier die stiel van de Jong en dan Air 18 ready for takeoff. Hij wordt voor 2 geteld. Ik zag ook die scheidsrechter van Jansen Love met die step back. Ja. Hij stond ook meteen zo, hè, die scheids. Ja, goed gezien ook. We zien het hier ook in herhaling. Hij stapte met zijn rechtervoet op de driepuntslijn en niet erachter. Maar 5 hele snelle punten van Leiden. Ja, klopt. 2 plus 2. Martin zegt het al. 4. Ja, goed, ik heb zelf zitten zeggen dat het geen 3 punten was. Ja, 6 punten verschil, nog 52,7 seconden. Ik bedoel, het is. Laten we zo zeggen, het is wel leuk dat het spannend is. Dat we geen blow-out hebben. Ja, nou, ik vind het een hartstikke lekkere wedstrijd. Een goed spel van de Friese. En ja, je zou hen toch een mooie afsluiting van het seizoen thuis gunnen. Ervan uitgaan dat Leiden of wedstrijd 2 of 3 wint. En vandaag ook. En doorgaat. Maar dan, hoe dan ook, spelen zij gewoon thuis. Donderdag in het Kalverdijkje. En Leeuwarden gaat er natuurlijk vanuit dat ze dan, om even goed zeggen, de donderdag daarna weer thuis spelen in de halve finale. Maar dat zou dan betekenen dat Leiden op zomervakantie is gegaan. De spanning in de wedstrijd betekent in ieder geval ook dat er bij Leiden geen debutant in het veld komt. Twan Polman zit namelijk op de bank, die uit de onder 24. Zit voor het eerst op de bank. Die komt er dus niet in. Dat is ook een guard. Wel een hele snelle gozer. Komt er ook van Lokomotief af. Maar goed, daar gaan we weer. Kijken of Leiden weer kan stielen. De Jong probeerde het wel. Veel druk gezet. Een moeilijke 3 punten. Ja. Nu is het denk ik gedaan. 6 punten naar boven Leiden. Nu moet je toch de klok stoppen. En je moet nog 2 fouten maken. Want je hebt pas 3-10 fouten. Ze gaan het niet doen. De coach nu toch wel. Nu is het gewoon nog zijkant. Leiden heeft nog een time-out. Ja, maar ik zie niet in waarom je die moet nemen eigenlijk. Dat zeg ik ook helemaal niet, Martin. Ik zeg alleen, ze hebben hem nog. De time-out bij de aanvallende helft kan gevaarlijk zijn. Daar is ook wel bewijsmateriaal voor niet zo heel lang geleden. Love gaat natuurlijk niet schieten. Die denkt er nog 30 seconden. Laten we die eerst nog eens in de klok afmelken en nu is het 2 maal. Eigenlijk had je die eerste fout al gewoon moeten fluiten, want dat is gewoon niet hartstikke irritant. Je weet bovendien dat Aris voor de fout gaat. Ja, mooie dubbele cijfers deze avond bij Kerazi. Die de laatste fase wat minder scoort, maar zich focust ongetwijfeld op de verdediging. Maar wel 16 punten. Hij wordt mis van Love. Hij blijft dus op 14, 15 punten voor de Jong, 20 voor Verdi, 13 voor Michaels, 22 voor Jeroen van der List. En hij mist hem niet. Met enige moeite. Leiden plus 37 seconden nog. Dan zou ik nu zeggen, laat ze maar schieten. En in ieder geval geen P's. Dat heeft Love goed begrepen. Rebound van de Jong. En nu is het echt wel gedaan. En daar nog een P in de backcourt. Dit zal allemaal voor de boeken zijn. Maar we zullen niet zeggen dat Leiden ontsnapt. Twee vrijworpen voor Wurt de Jong met nog 21,7 seconden. Krijgt de wedstrijd dus nu wel beslist.
En dat was een paar minuten geleden, of anderhalf een minuut geleden, was het nog ver van. Ja. Nou, genoeg om over na te praten. En dat is ook het leuke van de serie, ook vooruit te kijken naar donderdag, zo snel alweer. En dat gaan we dus straks doen met de beide hoofdcoaches. Wij doen dat live in de stream en kunt u dat echt niet zien, dan posten wij dat ook altijd nog als aparte video op dit kanaal. En nog even snelle scoren van Pedersen. Het is 7 punten. Ja. Nee, geen P, toch geen P. Bal over de tijdlijn en dan is het klaar. Zal er ook niet meer worden geschoten, lijkt mij. Toch nog een P. Nou, wat Cornelis nu wil, dat weet ik niet. Heel goed gestreden van Aris. Ja, we kunnen, petje af, als je dat wil, Martin, en dat zul je misschien sowieso van plan zijn, eens even hebben over het gameplan met de coach van de Bos. Wat dat nou was, wat wil hij daarover zeggen? En als er een gameplan was, en dat was ongetwijfeld, dan lijkt dat heel aardig gewerkt te hebben. Maar net niet goed genoeg om door te drukken. Was onder andere gemiste triple. Oh, score uit de Abfos rebound. Ja, geflatteerde eindstand kun je wel zeggen, maar toch Leiden, goede laatste run, deze telt ook nog. En dan is het nu klaar. Michaels gaat meteen naar de kleedkamer. En ja, dat is hij misschien gewend. En de rest blijft op het veld van de spelers van Aris. Om Leiden te feliciteren. Blijf bij ons. Wij gaan nog alle hoogtepunten laten zien. Geef ons maar even snel een like als u wilt. En wij gaan ook lekker interviews maken. En hier is de muziek.
even te kijken of Arie een duimpje geeft. Wil je even soundchecken? Ja, ik kan wel soundchecken. Ik ga wel praten. Kan je ook praten, Paul? Ik kan praten, ja. Oké, Paul, gefeliciteerd met de overwinning. Moeizame overwinning. Ja, moeizaam, ja. Zijn er altijd zich play-offs is een heel ander gegeven. Een ploeg die in mijn ogen zeker niet slecht gespeeld heeft en die uiteraard in zo'n play-offs niks te verliezen heeft. Als je ziet dat wij 8 wedstrijden verloren hebben en Leeuwarden 10 gewonnen. Dus een ploeg die niks te verliezen heeft. En vandaag hebben die hier in mijn ogen goed gespeeld. En ja, wij hadden het niet zo gemakkelijk. Langs de andere kant zijn er wel... Oké, ik vind dat wij beter kunnen dan hetgene we vandaag laten zien hebben. Langs twee kanten. We hebben ze zeker in het begin van de wedstrijd te veel vertrouwen gegeven. Te veel shots van buitenuit. En ze hebben natuurlijk wel jongens die kunnen scoren. Maar ja, dat zijn veel facetten in het spel. Wij nemen 47 rebounds en zij 31. Wij hebben 19 aanvallende rebounds. Ja. Ik bedoel maar, ja, als je in het begin het verdedigen niet 100% doet. En in aanval vond ik het vandaag niet ons spel zoals we het normaal spelen. Maar dan heb je een derde facet en dat is die rebound. En dat hebben we vandaag helemaal gecontroleerd. En daardoor winnen we die wedstrijd voor een groot stuk, denk ik. Ja, ja, precies. Want uiteindelijk vlak voor tijd was het opeens 75-73 met balbezit waren als Leeuwarden. Ja. En dan denk ik van ja, dat in 8,5 minuten in het vierde kwart scoren maar 4 punten. En er werd wel heel veel van buiten geschoten. Was de verdediging van Aris zodanig gekorgen? Wel ja, daarom dat ik zeg, te weinig ons spel gespeeld. Ik vond ook... te weinig ritme in ons spel. Met momenten dan wel, want ja, wat dat we dan wel redelijk goed deden, denk ik. We maken 17 fastbreakpunten. Ja, dus maar alleen ja, we hebben gestruggeld, laat ons het zo zeggen. We hebben gevochten om die wedstrijd te winnen. En ja, daar zijn altijd facetten. En ik, voor mij hebben we het vooral rebounding-wise heel goed gedaan. Ja, precies. Kijk, op een gegeven moment denk ik natuurlijk aan vorig jaar toen de eerste wedstrijd Apollo hier thuis verloren ging. Dat was natuurlijk niet echt een... zijn meteen met de rug tegen de muur. Nu pak je die overwinning met 8 punten. We hebben hem iets wat geflatteerd genoemd uiteindelijk aan het eind. Belangrijke steal van Worthy met die dunk erachteraan. Ja. Daar win je hem denk ik dan op een gegeven moment mee. Ik miste wel inderdaad wat je zegt, het is niet het spel wat we graag spelen. Ik miste er ook wel wat in. Ik vond het toch bij Vlagen vond ik het te langzaam. Ik zag op een gegeven moment Kerasi een point guard positie nemen. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben gehad om Love vrij te krijgen. Ja, voilà. Dat is niet op de point guard positie. Dat is in een bepaald spel om Carrington in die side pick and rolls te krijgen. Dat is iets anders. Mm-hmm. Maar hetgeen dat u zegt is juist. Ik noem dat niet traag spelen. Ik noem dat ritme. De bal te veel bijhouden. Heeft natuurlijk een stukje te maken met... shots vallen niet zo goed buitenuit. En zo verder. Ja, een beetje zoeken. En dan... ik heb ook in de kleedkamer gezegd... Voilà, het is 1-0. Maar we kunnen veel beter dan we vandaag gedaan hebben en daar moeten we op bouwen. En ja, u haalt een jaar geleden aan, ik haal dat niet aan. Maar het is wel zo dat in de play-offs heel dikwijls ploegen die niks te verliezen hebben. Dat zoals in bekerwedstrijden soms, is zo'n wedstrijd soms lastig. Ook voor spelers. Ja, ik vond... bij Aris van der List wel iets wat te makkelijk kon scoren bij tijd en wij, denk ik. Ja, van der List speelt aanvallende goede wedstrijd. Je geeft hem natuurlijk in het begin vertrouwen met die 3-punters, maar iedereen weet dat hij dat kan. En iedereen weet dat van der List er eens 30 kan maken en dat het dan ook iets anders kan zijn. Maar vandaag hebben wij, ten eerlijk zijn, een aanvallend, een zeer goede van der List gezien. Ja. Nou, donderdag naar Leeuwarden, dus over 2 dagen. Ik heb van tevoren, voor de wedstrijd, hoorde ik al dat Blackman vandaag niet zou spelen, maar donderdag wel speelt. Mm-hmm.
Betekent dat wat anders? Ga je dat wat anders doen? Of zeg je van nou, we spelen gewoon lekker vanuit onze eigen kracht? Wij gaan morgen om 3:30 deze wedstrijd analyseren samen. Allee, ik ga dat morgen vroeg doen. En dan gaan we de juiste beelden kijken en kijken waar we moeten aan werken. Ja. Oké, nou ik zou zeggen veel succes donderdag en tot donderdag. Oké, tot donderdag. Dank u. Stefan, bedankt dat je na de wedstrijd even wilde komen praten. Ja. We hadden je coach verwacht. Ik denk dat hij nog balend ergens achter een video zit te kijken van wat is er nou misgegaan. Wat was jullie gameplan voor deze wedstrijd? Nou, we probeerden hun een beetje uit hun spel te halen met af en toe zone erin. En, in bepaalde momenten in de wedstrijd lukte dat ook, alleen uiteindelijk niet genoeg. Nee, we hadden wel zoiets van, Paul van Vaak zei het net ook, Ares speelde een goede wedstrijd, heeft natuurlijk ook niks te verliezen eigenlijk. Ja. Bleven jullie constant eigenlijk in die wedstrijd hangen, 4 puntjes, 8 puntjes. Op een gegeven moment werd het in het derde kwart 16 en vlak daarna was het gewoon weer 6 of zo. Dus je kreeg zelfs bij 75-73 nog een aardige kans. Ja, kijk, Jeroen en ik kwamen alweer in foutenlast en dat was best wel lastig om voor ons op te vangen. Mm-hmm. En uiteindelijk stonden we 16 achter of 18 zelfs, derde kwart. En toen hebben we hard gewerkt, hard gerebound, echt als team gespeeld en teruggekomen. Alleen dan misten we net wat ervaring, wat slimmigheid op het einde. We gooien de bal een beetje dom weg eigenlijk. Zo'n 75-73 achter. Ja, die kan de steal van Worthy met die dunk. En die dunkt en dan is eigenlijk de wedstrijd bijna voorbij. Hebben we nog een aanval daarna en dan voerden we niet precies uit wat de coach van ons verwachtte. En toen was de wedstrijd eigenlijk over. Mm-hmm. Maar we hebben wel gevochten, we hebben laten zien dat we wel tegen hun kunnen spelen, ook tegen hun kunnen winnen zelfs. Dus volgens geeft het vertrouwen, zoals je zei, we hebben niet zo heel veel te verliezen.
En ja, hopelijk kunnen we thuis de wedstrijd pakken donderdag. Ja, ik begreep dat van Blackman sprak voor de wedstrijd nog dat hij verwacht dat hij donderdag gewoon gaat spelen. Dat zou natuurlijk wel een aangename scorende boost voor jullie kunnen betekenen. Ja, klopt, klopt. Ik bedoel, ik denk Jeroen had vandaag een goede aanvallende wedstrijd. En voor de rest hebben wij meerdere spelers die rond de 19 punten hadden. Ik weet niet precies wat het was, maar we misten hem aanvallend gezien. Maar ik vond wel dat we gewoon goed als team hebben gespeeld. En dan zie je dat we ook tegen het team als Leiden gewoon goed mee kunnen komen. Ja, precies. Ik neem aan dat de coach na afloop nog wat tegen jullie zegt. Als je dan zo'n wedstrijd net aan verliest, wat kan hij dan zeggen? Nou goed, weet je, uiteindelijk gaat het erom, het staat 1-0 voor Leiden. En of je nou close of niet close bent, of je nou met 30 verliest of met 2 punten, uiteindelijk verlies de wedstrijd. Dus we moeten gewoon nu focussen op de volgende wedstrijd. Even goed uitrusten en kijken wat we beter kunnen doen en dan aan de bak donderdag. Ja, want je oude club verloor vandaag met 35 punten verschil van Den Bosch. Oh ja, goed. En dat is ook maar gewoon 1-0 natuurlijk. Ja, precies. Dat in principe, weet je, je verliest of met 1 of met 30. Verlies is verlies. Maar goed, je hebt wel een bepaalde, we hebben wel een goed moment dat we nu mee kunnen nemen richting thuiswedstrijd. En het zat er vandaag in kleine dingen, dus daar moeten we even naar kijken. Ik denk dat als ik zo de wedstrijd volgde en een beetje naar de statistieken kreeg, vond ik 19 aanvallende rebounds van Leiden wel wat aan de ruime kant. Ja, daar hebben we een beetje problemen mee in die box-out. Vooral tegen de zone hadden we moeite mee, maar ook man-to-man. Dus dan moeten we echt kijken hoe we Sergio en Mo en al die jongens uit de bucket kunnen halen. Want uiteindelijk winnen ze daarom, omdat ze gewoon meer possessions hebben. Ja, precies. Nou, werk aan de winkel, zullen we zeggen, om dat goed te draaien naar donderdag. Ja. We zullen donderdag ook maar live meemaken. Dan gaan we weer naar Leeuwarden. Is goed. Dankjewel, succes. Dankjewel.